10 jaar later. Ja. Hoe voelt dat? Wat als 10 jaar later. Ja, nee, snap ik. Maar het voelt heel fijn. Dat is ook heel kort over zijn. Het voelt echt heel fijn en heel vertrouwd om gewoon weer die nummers te mogen zingen. En weer haar pruik op te mogen zetten. De eerste keer dat ik dacht, oh, dat is ze weer. Ja. Ja, het is een heel iconisch beeld natuurlijk ook. Maar ja, het voelt gewoon echt heel fijn. Zelf natuurlijk ook ouder. Ja, beleef je het ouder? Beleef je het intenser of anders? Ja, ik denk dankbaarder. Ja, ja, ja. Vorige keer was het natuurlijk een hele grote soort rush waar ik vanuit die zoektocht en dat overviel me, weet je wel. Dan is het allemaal een soort bloemdoel. Dan loop je er een beetje achteraan en dit was een soort heel bewuste stap. En heel over nagedacht van ja, wat ga ik doen? En het voelde gewoon heel fijn om de beslissing en heel fijn te kunnen voorbereiden. Weet je wel. Goede zanglessen genomen weer en heel specifiek gestudeerd en ja, dat voelt gewoon rustiger. Ja, de voorstelling is heel anders nu natuurlijk, ja. Zoals we al zeiden, een beetje een non-replica. Mm-hmm. Is dat heel anders dan hoe het toen was? Voelt dat anders met de nieuwe cast? Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, als je een toneel oploopt en alles om je heen is anders, dan ga je automatisch anders reageren. En het enige wat hetzelfde is, is de vertaling, die is hetzelfde gebleven. Maar ook de arrangementen van de muziek zijn anders, de tegenspelers, het licht. Dus het is gewoon een hele nieuwe voorstelling. Dat moest voorbij gaan, zo graag op straat. Kende je nog dingen? Kende je nog, had je het hele verhaal, de hele tekst nog in je hoofd? Ja. Ja, alles ja, nog? Ja, dat weggestopt, laadje open gedaan en dan was het weer. Ik denk dat ik misschien 2 keer in mijn script heb gekeken. Ja, oh, ja, dat is heel bijzonder. Al dat spiergeheugen, ook als je weer gaat studeren. Toen met Edward Hoekelman, dat is dan mijn zangdocent, dat we weer de focuscore gingen doorzingen. Ik was gewoon verbaasd hoe dat spiergeheugen weer werkt en hoe je dan heel technisch meteen je opnamen. Het is grappig dat ik dacht, oh, het zit er gewoon nog. Wat chill. Leuk. Ja.